Zodra je in Zeist de Kroostweg Noord inrijdt, kun je niet om dit grote spandoek heen. Het hangt in de tuin van Rob Kouwenberg. Moeders met kinderwagens, fietsers en auto's, soms vrachtwagens hier doorheen. Dat is gewoon bijna niet te doen. De Kroostweg Noord is een kleine straat door een woonwijkje. Toch is het hier vooral in de spits nu al heel druk. En dat wordt alleen maar erger, verwacht Rob. Want vlak achter de woonwijk is de nieuwbouw van pensioenfonds PGGM in volle gang. Nou, we wonen hier op de hoek, Kroostweg Noord en Kromme Rijnlaan. Samen met buurman Hans bekijkt Rob de kaart. Als de nieuwbouw straks af is, zullen nog meer auto's door hun straat rijden. 50 auto's per 5 minuten over de Kroostweg heen komen te rijden. En dat 2 uur lang, dus van 's ochtends 7 tot 9. En op ander moment, 's middags van 4 tot 6. En dat zijn er dus veel te veel, vinden ze. Dat wil zeggen, er komen steeds meer auto's bij. Er komen steeds meer fietsers bij. En we krijgen steeds een onveiliger gevoel. Rob heeft inmiddels een brief geschreven aan de burgemeester. Ik heb een automatisch mailtje gekregen dat die ontvangen was, dat ze erop terugkwamen en daarna heb ik niets gehoord. Als wij met de gemeente bellen, vertelt wethouder Leenders dat ze wel degelijk naar de verkeersproblemen gaat kijken. Pas als het pand van PGGM af is, volgen echte maatregelen. Ondertussen vragen Rob Spandoek en de rode linten van de overbuurman om aandacht. Vooral vanwege de kinderen. Dat inmiddels wonen hier in de straat 10 kinderen in de leeftijdsklasse van 0 tot 11 jaar. En we maken ons echt wel zorgen over de veiligheid van onze kinderen hier op straat. Tijdelijk wordt in ieder geval het bouwverkeer omgeleid. Maar Rob hoopt dat de gemeente ook voor de lange termijn met de bewoners om tafel gaat. En dat scheurende auto's als deze snel tot het verleden behoren.